Komende zondag pakt FC Groningen de competitie weer op. Dan gaat de FC op bezoek bij Willem II. Willem II, daar heeft de jonge middenvelder Tom van der Looy iets mee. Aangezien zijn vader Erwin daar iets doet. Daar is ene van der Looy een trainer. Ja. Toevallig familie van je? Ja, dat is een mooie affiche natuurlijk voor ons. Er wordt natuurlijk al over gesproken in de familie. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon Willem II Groningen. En die wedstrijd die willen wij gewoon winnen. Ja. Maar als er over gesproken wordt in de familie, waar gaat het dan over? Nou, een beetje grapjes maken naar elkaar. Een beetje op het verkeerde been zetten. Maar ook niet meer dan dat. Kijk, we hebben er allebei hartstikke veel zin in. Het is natuurlijk wel iets bijzonders. Dus we zullen wel allemaal gaan kijken, de familie. De 18-jarige van der Looy mocht vorige week met de eerste selectie mee naar Spanje. En liet tijdens dat trainingskamp een goede indruk achter. Ja, dat beviel goed. Eerste keer op trainingskamp. Dus dat was mooi om mee te maken. En gespeeld, een officieuze debuut gemaakt. Dus een mooie week. Kijk, het is een echte week waarin je met één meetraint, met de grote jongens. Twee keer per dag. Dus dan kan je ook zien waar je staat. En nou, als je dan merkt dat je gewoon goed mee kan, dan is dat hartstikke mooie bevestiging. En dan wil je natuurlijk ook erbij blijven en ook je officiële debuut gaan maken. Ja. Ja, heeft dat je verbaasd dat je dan zo makkelijk mee kan doen? Nou, niet verbaasd. Kijk, ik weet natuurlijk wel wat mijn kwaliteiten zijn en wat ik kan. Maar je moet je wel laten zien elke dag. En ik denk dat ik een goede indruk heb achtergelaten op het trainingskamp. Hij is ook volwassen. Hij weet precies wat hij wil. Bereidt zich goed voor. In houding en gedrag een mooi voorbeeld voor de opleiding zoals het behoort te zijn. Heel actief bezig, ook in het veld, maar ook buiten het veld. Goed voorbereidend op wat hij moet doen. Zou het kunnen zijn dat hij zijn eerste officiële minuten gaat maken zondag? Ja, goed, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Zeker jongens die zich dusdanig aandienen zoals hij doet. Hij toont veel initiatief, is heel nadrukkelijk aanwezig. Op een goede, positieve manier. Nou, dat is wat we graag willen zien in onszelf. Tijdens de voorbereiding op het duel tegen Willem II laat Van der Looy zien dat hij kan scoren. Ik zie al iets voor me. Je gaat je debuut maken en je scoort het winnende doelpunt. Ja, volgens mij is dat vaak gebeurd, hè? Kruis. Vader. 2004 inderdaad. Ja, een mooi moment om te herhalen na 14 jaar. Van der Looy kent zijn klassieken. Op 28 november 2004 viel Rick Kruis in bij FC Utrecht en scoorde hij tegen de Graafschap. De club waar zijn vader Gert op dat moment de hoofdtrainer van was. Tanger kan er niet bij. Van den Berg. Van den Berg. Daar is Kruis. Kruis, het zou nog! Dit is niet waar! Dit is niet te geloven! Dit is een jongensboek, dit is van alles! Rick Kruis met een prachtig schot, met een schitterend schot, net in het veld. Prachtige trap. Van Dijk kansloos en Utrecht op 1-0, maar het gaat natuurlijk om de doelpunt te maken. Rick Kruis,